Nee, die punt is helemaal opgekruld. Ja. En hij is opzij naar binnen gegaan. En dan kan er bijna geen grond meer in. Geen grond meer in, hè? Jongens, ze moet wel weg. Ja. Jongens, ze moet aan de andere kant gaan. Alles wordt gespiest. We gaan zo 3 bomen planten. 3 appelbomen. En ik wil heel graag met jullie even over hebben. Waarom zouden wij nou appelbomen bij jullie plots zijn geplant? Voor een appeltaart voor de jongens. Ja. Ja, voor de appeltaart voor mij. Maar waarom doen we dat, denk je? Waarom? Waarom zijn bomen belangrijk? Fruit is heel gezond, dat is een hele goeie. Bomen maken zuurstof. Ja. Ze nemen CO2 op, hè? Ja. En ze maken daar zuurstof. En ze geven weer zuurstof terug. Ja, dat is ook een goeie. Maar je krijgt soms heel veel regen in heel korte tijd. En wat bomen bijvoorbeeld ook doen, is heel veel water opnemen in de wortels. Dus dat is ook goed. En bomen geven schaduw als het warm is. Dus als het heel erg warm is, geven ze schaduw. Dat is natuurlijk ook belangrijk. De vogels. En de bijen, hè, want de bijen bestuiven de appelbomen. En het gaat heel slecht met de bijen. Dus het is ook in belang van de bijen dat ze weer voedsel kunnen krijgen. En dat ze de bomen kunnen bestuiven. Dus ook daarvoor is het goed dat we fruitbomen planten. Nou, willen jullie helpen met de bomen zo in de grond? Ja. Ja? Nou, kom, we hebben heel veel aarde. Jullie moeten het een beetje uitschrijven, want er komt kook bij. Ja, oké, ik ga wachten. Ja, de kook. Zij kan het, mag er ook nog bij. Ja. Ja, het is niet te veel. 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 Ja, het is niet te veel.